met ongekend veel plezier en energie mogen werken in de stad. En impliceert dat deze keuze ontzettend moeilijk is geweest. En naar Almere zeg ik, u bent in mijn hart, u blijft in mijn hart. Ik blijf werken voor het publieke belang. Niet alleen voor de stad Almere, maar nu ook voor Nederland. Er staat in Almere een groot evenement op het programma, de Floriade. Zometeen komt hier iemand binnen, Erik van den Burg, voorzitter Raad van Commissarissen daarvan. Wat betekent het dat u beide vertrekt nu een paar maanden voordat die Floriade begint? Ik ga geen vragen beantwoorden voor de Erik van den Burg. Maar zelf geef ik aan, het is een prachtig evenement. Het is een wereldexpo. En ik spreek de wens en de hoop uit dat het een groot succes voor de stad zal worden. Is dit het de portefeuille die u gedroomd had? Want we weten dat u digitalisering toch altijd wel genoemd heeft als zijnde dat onderwerp wat u naar aan het hart ligt. Het zal een onderwerp zijn en blijven wat mij nauw aan het hart zal zijn. En tegelijkertijd is het een eer en een voorrecht om te mogen werken voor de Nederlanders.